de verschillende praktijkopleiders van de studie audiovisuele productie van het NATIN hebben vandaag tools en informatie gekregen om hun studenten beter te kunnen begeleiden. Dit gebeurde tijdens een workshop van het Grafisch Lyceum Rotterdam. De studenten van de opleiding gaan binnenkort van start met hun eerste stageperiode. Het NATIN begon 3 jaar geleden met de studierichting audiovisuele productie. Dit om het filmgevoel en mogelijk de filmindustrie in Suriname vorm te geven. Deze 4-jarige opleiding, waarbij verschillende disciplines van filmmaken aan de orde komen, is een van de projecten die wordt uitgevoerd op initiatief van de Backlot. De partners bij dit project zijn de Backlot, het NATIN en het Grafisch Lyceum Rotterdam. Volgens Sjoerd Wangrooy van het Grafisch Lyceum Rotterdam, tevens de workshopleider, is het belangrijk dat de praktijkopleiders bewust zijn van hun rol. De eerste opmerking die ik wil maken is dat je eigenlijk altijd moet vragen waarom. Waarom doe ik het zo? Waarom geef ik deze instructie op deze manier? Kan het ook op een andere manier? En zou dat efficiënter zijn? Waarom stel ik deze vraag? Waarom gebruik ik dit boek? Waarom gebruik ik deze telefoon om dit te tonen? Waarom sta ik hier en niet daar? Waarom sta ik niet daar? Waarom heb ik een blauwe achtergrond gemaakt? Je moet constant jezelf de vraag stellen waarom, waarom, waarom. Om te zorgen dat wat je wil bereiken, waarom wil je iets bereiken, kan je ook al afvragen, dat je constant die vraag stelt, is dit de beste manier om mijn doel te bereiken? En wat je heel erg veel in het onderwijs ziet, maar ook bij instructies geven in bedrijven voor de praktijkopleiders, geldt dat, dat die waarom-vraag die wordt veel te weinig gesteld. En dat geldt ook bij ons op school, hoor. Het is niet anders hier dan in Suriname, is het niet anders dan in Nederland. Ik loop hier rond over het terrein en dat viel me vorige keer op en die keer ervoor viel me dat ook al op. En ik zie allemaal klaslokalen waar docenten voor het bord staan en met een krijtje iets aan het uitleggen zijn. Waarom? Waarom vertellen ze dat verhaal? Waarom gebruiken ze een krijtje? Waarom staan ze voor het bord het te vertellen? Is dat de meest efficiënte manier? En wat je wel ziet is dat dus constant dezelfde manier gebruikt wordt en het dus ook verveling gaat opleveren bij studenten. Dus constant moet je de vraag stellen, is dit de beste manier? Doe ik het goed? Kan het ook anders? Welke middelen heb ik om het anders te doen? Heb ik daar überhaupt wel de middelen voor? Ik bedoel, ik kan natuurlijk wel leuk zeggen, ja, je moet allemaal in geweldige lokalen met de mooiste spullen. Ja, als dat geld er niet is, dan gaat dat natuurlijk niet. Maar je kan binnen de mogelijkheden die er zijn, zou je wel constant de vraag moeten stellen waarom. Sjoerd Wanrooy van het Grafisch Lyceum Rotterdam. De praktijkopleiders van de studierichting audiovisuele productie van het NATIN hebben vandaag tools aangereikt gekregen om hun studenten beter te kunnen begeleiden. De studenten beginnen binnenkort met hun eerste stageperiode.